notendopnoodsituatie. Piekepolder pioniers, wij gaan naar Piekepolder Eiland peddelen. Net als de allereerste bewoners uit Piekepolder deden, nu 1000 jaar geleden. Wow, yes! Yes! En we bedanken professor Pekel dat hij ons deze traditionele notendopjes leent om in te peddelen. Bedankt, professor Pekel! Dit wordt vast en zeker een echt avontuur, net als ze in de oudheid hadden. Peddels allemaal! Moderne peddels? Nee. In de oudheid maakten ze die zelf. Dus die heb ik meegenomen. Jongen, deze is... Het spijt me heel erg. Laat me deze even... Jeetje. Ik heb er meer. Nee. Om veiligheidsredenen moeten we het houden bij de peddels die niet breken. Ach ja, als je het zegt. Huh. Ik ga binnen, Betty! Hoe gaat het daar met die peddel van u, professor Pekel? Oh, uitstekend, dank u. Piekepolder Eiland is daarheen. Weet ik, ik kan nu elk moment de juiste kant uitgaan. Wacht even, meiden. Dit kan wel eventjes gaan duren. Bedankt, Sam. Het ziet er allemaal goed uit. Yep, we zijn klaar voor de onderhoudscheck, Ben. Oh, dat is mooi dan. Want ik weet toevallig dat de inspecteur die de check uit gaat voeren vrij streng is. En angstaanjagend. Is de inspecteur angstaanjagend? Hoe weet je dat, Jenny? Omdat ik de inspecteur ben. Vorige week nog mijn examen gehaald. Oké. Maar jij bent niet angstaanjagend. Zeker weten. Dat zullen we nog wel eens zien. Goed, jongens. Controleer de boeien. Ik start de check. Ja, inspecteur. Oké. De boeien zijn gecontroleerd. Wow. Scheepshoorn werkt. Check. Ik zei toch dat ik eng was? Ze heeft gelijk. Maar ze is niet de enige die angst kan aanjagen. Goed. Wie zet er het eerste voet aan land? Oh nee, niet het strand. Onmogelijk. Wat? Waarom niet? Nou kijk, waar onze voorouders voor het eerst aanmeerden was... daar. Dat kan wel zijn, professor Pekel. Maar in deze notendopjes is het strand de makkelijkste en veiligste manier om uit te stappen. Oh, vast en zeker. Maar we moeten het wel doen zoals ze het in de oudheid deden. Volg mij. Professor Pekel, wacht. Oh jee. Ik krijg nu toch wel een naar voorgevoel. Ik kreeg al een naar voorgevoel toen hij in dat notendopje stapte. Oké, jongens. Ik ga erin om de romp van Titaan te controleren. Oké. Jenny schriktest over 3, 2, 1. Volgens mij is Jenny hier beter in dan wij. Kijk eens aan! De plek waar ze voor het eerst aanmeerde. Dat is heel rotsachtig. Dat klopt. En als leider van de pioniers moet ik zeggen dat het niet veilig is om hier aan te meren. Professor Pekel, nonsens. Ze deden het in de oudheid al, dus waarom wij niet? Mijn notendop. Nee. Oké, professor, blijf precies waar u bent. Wij halen hulp. Kom op, pioniers. Schiet op!
De noodvuurpijlen liggen hier. Meiden, jullie blijven op een veilige afstand. Klaar? Doe maar. Let op je ogen, dan waarschuw ik het Maritiem Reddingscentrum. Er is een vuurpijl gezien bij Piekepolder Eiland. Er is iemand in gevaar. Er is een vuurpijl gezien bij Piekepolder Eiland. Er is iemand in gevaar. Kom op, Jenny. Tijd om te gaan. Gelukkig komt Titaan goed uit de onderhoudscheck. Gevonden. Hij zit vast, halverwege de klif, net ten noorden van het strand. We zijn onderweg, Ben. Blijf waar u bent, professor Pekel. Hulp is onderweg. Ik hou het hier niet veel langer meer vol. Onze Piekepolderse voorouders hebben vast nooit in zo'n onhandige positie gehangen. Professor, blijf kalm. Het komt allemaal goed. De redding is nabij. Daar gaan we. Begrepen, Penny. Oh, hemelse dank is dit niet de oudheid. In die tijd konden ze zo'n redding niet uitvoeren. Zo. Goed, nu naar beneden. Oh, jeetje. Dat was even schrikken. Een professor gered. Check. Het spijt me ontzettend. Mijn oprechte excuses allemaal. Ik realiseer me nu dat dat heel gevaarlijk was om te doen. Het is oké, professor Pekel. Maar denk eraan, u mag nooit meer gaan klimmen zonder de juiste klimuitrusting. Oh, dit doe ik niet nog eens, Jenny. Geloof me. We zijn blij dat u in orde bent, professor. Mag ik misschien een lift terug naar Piekepolder? Ik heb wel genoeg notendopjes gezien voor één dag. Oh, natuurlijk, professor. Oh, mag ik ook even in zo'n notendopje varen? Oké, Jenny. Oh, dit is gaaf! Oké. Die had ik verdiend. Stroovuurtje. Bedankt dat jullie allemaal komen helpen in het dierenhospitaal vandaag. Yeah! En zoals jullie zien, zijn Kilo en Shadow hier om nagekeken te worden. Mogen we ook met ze spelen vandaag? Oh, ik hoop van wel. Ik heb een piepende bal mee voor Shadow en een zachte borstel voor Kilo. Natuurlijk, maar jullie zijn hier vandaag niet alleen voor het plezier. Dus eerst hebben jullie allemaal een taak te doen. Sorry. Hoe bedoel je taak? Geen zorgen, Norbert. Dat duurt niet lang. Goed. Wie neemt vandaag de leiding? Ik graag. Heel goed, Sarah. Goed, nu moet ik mijn eigen taken doen. Kom op, jongens. Tijd om jullie na te kijken. Oké, Mandy, jij hebt schoonmaakdienst. Jaap, jij doet het eten. Anna, jij doet het water. Ik verschoon het hooi.
enorme dank van jij aan... Lekker zitten, snoepjes eten en een frisje drinken. Die lege stallen uitmesten. Nee, dat is niet eerlijk. Waarom mocht Jaap nou de brokken scheppen? Ik ben toevallig erg goed in brokken scheppen, Norbert. Ik denk dat ik een grotere schep nodig heb. Goed, deze lading hooi hoeft alleen op een hoopje. En dan ben ik, voor ik het weet, al met Shadow aan het spelen en Kilo aan het borstelen. Oh, dat was ik vergeten. De radar moet in bad vandaag. Oh, rustig maar, Ellen. Ik heb online wat hondentrainers bekeken en ze zeggen allemaal... als je hond niet in bad wil, dan moet je gewoon zorgen dat het leuker wordt. Radar kijkt nou niet bepaald enthousiast, Sam. Geef me één momentje. Kijk en leer, Ellen. Kijk en leer. Dit wordt ontzettend leuk. Of niet, Radar? Oh, wat wordt dit leuk? Zeker weten. Vind je niet, Radar? Sam. Sam. Sam! Dus, wanneer zal ik beginnen met kijken en leren, Sam? Ik hoef alleen de schapen nog te voeren. Waarom ligt er nog zoveel hooi? Ik hark nu echt al... Deze deur dicht en dan ben ik klaar. Zo, alle dieren hebben hun lunch. En alle stinkende stallen zijn schoon. Norbert. Nou, zo erg is het toch niet? Kom op, tijd om met Kilo en Shadow te spelen. Schiet op. Oh, en wil iemand de piepende bal pakken? Hebbes! Maar... Schiet maar op, Tara. Oh, één momentje. Ik moet nog een klein stukje doen. Kom op. Ben ik klaar. Nog een paar keer vegen. Zo moet het goed zijn. Oh, nee. Waarom is het zo moeilijk om hooi te verplaatsen? Kom op, Kilo. Dit moet toch vast wel sneller kunnen. Oh, kijk eens aan. Hallo Elvis. Kom op, Radar. Kom hier, Radar. Oh, hoi Elvis. Radar moet in zijn bad. Radar! Oeh, ik geef hem meestal een hondenkoekje en dan springt hij er zo in. Ah, bedankt, Elvis. Sorry, Ellen. Zie je? Alles wat je nodig hebt is een hondenkoekje. Jep, dit moet werken. Waarom heb ik hier niet eerder aan gedacht? Kijk eens aan, ja. Zo moet je doen, ja. Wat? Oh, dit is niet eerlijk. Dat is mijn bal en mijn zachte borstel en het is mijn beurt. Het dierenhospitaal staat in brand en de dieren zitten nog binnen.
blijven staan, hè? Komt het wel goed met de dieren? Geen zorgen. Kijk, de brandweer is er al. Zij zullen de dieren veilig weg. Zeg, we brengen eerst de dieren in veiligheid. Begrepen, Sam. Radar, Kilo, Shadow, jullie moeten me helpen. Het hek zit vast. Kilo, open. Shadow, haal ze op. Kilo, ga! Radar, we moeten ervoor zorgen dat er verder geen dieren meer zijn hier. Klaar voor? Ga kijken. Veilig! Alle dieren zijn weg. En het vuur is uit. Het spijt me ontzettend om, Sam. Ik had de bladblazer uit moeten zetten en hem netjes op moeten ruimen. Je moet altijd voorzichtig zijn met elektrische apparaten, Sarah. Vooral in de buurt van dingen die makkelijk in brand vliegen. Ah, de dieren zijn allemaal oké. Maar ze moeten wel gewassen en gevoerd worden. Oh, en Sarah, ik heb jouw hulp nodig met het verzorgen van Kilo en Shadow. Yes! Bedankt! Radar! Hier, Yogi! Zo te zien heeft Radar alweer een pad nodig. Succes, jongens. Jullie beurt. Oh, heb jij toevallig misschien nog een hondenkoekje, Elvis? Oh, Radar! Hoepel en Plons. Jullie zullen je allemaal wel afvragen waarom we hier staan. Hebben we weer pech met de bus misschien? Nee, Norbert. Dit veld is de plek van het in vergetelheid geraakte Piekepolder Hoepelroltoernooi. Hoepelroltrollenballen wat? Zul je zien, Norbert. Zul je zien. Uitstekend. Bedankt, assistentleider Hanna. Goed, kom allemaal maar een hoepel en stok halen. Ik wil de beste hoepel. Er is geen beste hoepel, Norbert. Ze zijn hetzelfde. Bij hoepelrollen ren je met een hoepel over een baan en je gebruikt je stok om hem rechtop te houden. Dat lijkt me niet zo moeilijk. Daar heb je het mis, Norbert. Het vergt jaren oefening om een meesterhoepelaar te worden. Ik was de kampioen van Piekepolder. Wel 5 jaar op een rij. Proberen jullie het maar eens een keer. Ah, hoepelop. Niet zo makkelijk als het lijkt. Wauw, moet je Hanna zien. Doe ik het zo goed, Klaas? Hanna heeft geen jaren oefening nodig. Ze is meteen al beter dan u. Nee, het ziet er niet slecht uit. Voor een beginner. Weet jij waar deze dozen voor zijn, Sam? Ze stonden hier ineens vanochtend. Oh, dat zijn waarschijnlijk de nieuwe spullen voor het Maritiem Reddingscentrum. Die hadden moeten worden afgeleverd bij de kade. Nou, dan brengen wij ze er zelf naartoe in de aanhangwagen van Jupiter. Denk je dat het wel past? Oh, natuurlijk. Geen probleem. Kom op, deze eerst.
We kunnen ook twee keer op en neer rijden, Sam. Nee, niks in de hand, Ellen. Er is nog maar één kist over. Als we die erbij kunnen doen, dan zijn we er vanaf. Of we kunnen twee keer op en neer rijden. Nee, zo makkelijk geef ik me niet gewonnen. Oh, moet je Hanna zien? Ze is geweldig. Go, Hanna! Go, Hanna! Go, Hanna! Je doet het heel goed, Hanna. Misschien kun je ooit op een mooie dag zelfs dit. Tja, ik kan het proberen. Oké, wat dacht je van dit? Dat was natuurlijk een trucje genaamd omgedraaide draai, vliegende schotel, flipflap. Het leek meer op een flop als je het mij vraagt. Bedankt, Norbert. Hoe dan ook, hoepelrollen gaat niet om de trucjes, het gaat om het racen. Dus wie heeft er zin in de eerste race? En de grote winnaar wordt Piekepolders nieuwe hoepelrolkampioen. Maar Klaas, wil jij niet meedoen om je titel te verdedigen? Ik weet niet zeker of ik nog wel geschikt ben voor races. Oh, kom op nou, Klaas. Dit wordt vast leuk. Oké dan. Yay! We racen naar de oude boomstronk bij de rivier. Allemaal klaarstaan. Oh, dit is echt super gaaf. Ik vind hoepelrollen wel leuk. Goed. 3, 2, 1, hoepelrollen! Schuif de grote naar links en de smalle doos naar rechts. Oh, heel goed, Ellen. Nog maar één te gaan. En deze keer moet het passen. Goed, Sam. Je moet de bovenste verschuiven. Klein tikje naar links. Dan piep je hem erin. Eigenlijk weet ik niet zeker of dit... Mag ik eens proberen? Oké, Elvis. Maak er wat moois van. Nee. Maak je maar niet te druk, Elvis. Ik bedoel, het is nagenoeg onmogelijk. Dat is logisch. En klaar! Hoe heb je dat gedaan? Ik ben heel goed in puzzels. Nou ja, hé. Goed gedaan, Elvis. Kom op, Ellen. Dan brengen wij deze kisten naar het Maritiem Reddingscentrum. Jaap, uitkijken hoor! Oh, wat een pech, jongens! Ik ga een kop, ik ga winnen. Ik ben de beste hoepelroller aller dagen. Oh, nee. De oude boomstronk. We zijn bijna bij de eindstreep. Oh. Even passeren. Oh, nee, mooi niet. Ik kan dit nog winnen. Oh, nee, kom terug. Oh, Klaas, zwem naar de oever! Kan niet! Het water stroomt veel te hard! En de rivier brengt hem rechtstreeks naar de waterval! Oh, we moeten de brandweer bellen! Klaas Kozijn is met hoepelrollen in de rivier beland en drijft nu richting de waterval. Klaas Kozijn is met hoepelrollen in de rivier beland en drijft nu richting de waterval. Help!
deze boei, Klaas. Hou je vast. Alles is goed, Klaas. Nu ben je veilig. Het spijt me, Sam. Ik weet niet wat me bezielde. Ik ben bang dat ik ietsjes te fanatiek werd. Denk erom, Klaas. Blijf altijd voorzichtig als je sport of spelletjes doet bij een rivier. Weet ik. Goed gedaan, Hanna. Jij bent de nieuwe Piekepolder hoepelrolkampioene. Nou, technisch gezien waren we eigenlijk nog niet klaar met de race. Dus, we doen een herkansing. En ik ga dit keer winnen. Mogen wij meedoen? Ik kon vroeger ook wel aardig hoepelrollen. Sam, potje hoepelrollen? Haha, zolang we maar uit de buurt blijven van de rivier. De eerste bij de bus is de nieuwste hoepelrolkampioen van Piekepolder. Hoepelrol! Pas op de vos. Oké, kadetten. Vandaag gaan we wat oefeningen doen om beter samen te werken als een team. En we gaan beginnen met een wedstrijd. Ik ben gek op wedstrijdjes. Dat is grappig, want jij verliest toch altijd? Nou zeg. Ho, rustig aan, jongens. We hebben vandaag heel veel te doen. En dit is niet zomaar een gewone wedstrijd. Is het een hindernisbaan? Hohoho, appeltje eitje. Ah, maar denk eraan, vandaag staat in het teken van teamwork. Dus jullie doen deze hindernisbaan met drie benen. Maar ik heb toch maar twee benen? Nee, Norbert. Jouw been wordt vastgemaakt aan het been van je teamgenoot. Ik kies Mandy. Hallo, partner. Nee, van hem moet ik me altijd aan de regels houden. Goed, gebruik deze om jullie benen vast te binden. Als je maar niet voor vertraging zorgt, Jaap. Mandy wint altijd bij wedstrijdjes en het is hoog tijd dat ik laat zien wie hier de snelste is. Kijk eens aan. Alles staat klaar voor het Wilde Mannen van Piekepolder. Wildernis feestmaal. En we verzamelen straks al ons eten vers uit het bos. Nou, behalve de hotdogs, ketchup, bonnetjes, marshmallows en wat watermeloen, die komen allemaal uit de Puk & Co supermarkt. Maar de bessen gaan we plukken. Oh ja. Tuurlijk, die willen we zelf geplukt. Dus, laten we gaan zoeken dan. Wacht. We kunnen het eten toch niet achterlaten? Weten jullie nog dat die vos toen alles had opgegeten? Oh ja, dat was een sluw beest. Hij krijgt het eten altijd te pakken. Weten jullie nog onze vosveilige box? En toen daarna het vosveilige hol. En we weten allemaal nog het vosveilige vlot. En het punt met al die dingen was, ze waren niet erg vosveilig. Maar deze keer zal ons feestmaal helemaal veilig zijn. Aan schaal, heren, de vosveilige zak. Dat is briljant, maat. Nu zal die vos zeker niet bij ons feestmaal kunnen komen. Precies. Dus kom, we gaan bessen plukken. Dan gaan we nu lekker op zoek. Ja, Victoria, dan gaan we nu lekker op zoek. Hey, kom op nou. Dat is niet duwen. Klaar voor de start. Af. Ja. Jaap! Denk eraan dat je samenwerkt, Norbert. Snelheid kost tijd. Dus, als ik één zeg, zet jij je rechterbeen naar voren en ik juist mijn linkerbeen.
En dan zeg ik 2 en dan til ik linksop en dan doe jij rechts. Haha, dit gaan we makkelijk winnen. Oh, voorzichtig, Norbert. Hé, nee, hou nou op. Als je nou gewoon... Wow. Oeh, alles goed, jongens. Ja, prima. Kom op, Jaap. Norbert, onze benen zijn losgeraakt. Dat is niet mijn schuld. Kom op, sta op en door. Nee, Norbert. We moeten aan elkaar vastzitten. Dat zijn de regels. Oh, jij ook altijd met je regels. Kom op, Jaap. Sta op. Oh, ik sta achterstevoren. 1, 2, 1, 2. Snel. Niet te geloven dat er precies naast ons kamp een bramenstruik staat. Ja, er zitten alleen niet zoveel bramen meer aan. Ach, gelukkig hebben we nog bolletjes, hotdogs en ketchup. En vergeet de marshmallows en de watermeloen niet. Dat wordt smullen. Wacht, wat is dat voor geluid? Dat weet ik niet, Max. Klinkt een beetje als kleine tuintjes die door iets heen. Wacht eens eventjes. Mijn vosveilige zak. Oei, mooi niet, hè, kleine rode schobbejak. Auw. Oh nee, ons kampvuur. Oh, laten we de brandweer maar bellen. Het komt wel goed. We hebben een emmer met water. Laat ik toch de brandweer maar even bellen. De wilde mannen van Piekepolder zijn beetgenomen door de vos, alweer. Ze hebben een bosbrand veroorzaakt. Ik vind wedstrijdjes op 3 benen niet leuk! De wilde mannen van Piekepolder zijn beetgenomen door de vos. Alweer. En ze hebben een bosbrand veroorzaakt. Sorry, kadetten. We moeten naar de brand toe. Wacht! Stop! Is iedereen dan gelijk geëindigd? Wow! Slangen besproeien, snel! Heb je dan helemaal niets geleerd van de 3-benen-race, Norbert? Rustig blijven is belangrijk. Net als goed teamwork. Kadetten, jullie blijven bij mij op een veilige afstand. Goed, team. Ik rij met Venus 2 langs de buitenrand van de brand en omringen met blusschuim. Arnoud en Sam, jullie pakken de grote vlammen met water uit de slangen van Jupiter. En Elvis, jij pakt alle kleinere brandjes met je vuurzweep aan. Goed. Dat was geweldig! Geen gehaast en heel veel samenwerking. Als wij zo hadden samengewerkt, Norbert, hadden we de 3-benenwedstrijd gewonnen. Oh ja, ik snap het nu. Ik weet precies wat we moeten doen. Ik wil nog een herkansing. Sorry, Norbert, maar vandaag doen we geen wedstrijdjes meer. Oh! Het spijt ons ontzettend dat we bijna het hele bos hebben afgebrand, Jenny. Ja, echt ontzettend. Het wildmannenfeestmaal werd een beetje, te wild. Nou, in het vervolg moeten jullie wilde mannen toch een stuk voorzichtiger zijn bij open vuur. En zeker in de bossen. Ja, dat gaan we doen. Het zal niet meer gebeuren. Sorry.
Er zal vast helemaal niets meer van ons feestmaal over zijn. Volgens mij zag ik daar nog wat hotdogs liggen en... Oh! Zullen we bij het volgende Wilde Mannenfeestmaal de vos te eten geven voor we beginnen? Kalenderkiekjes. Hallo, Piekepolder. Deze week zullen wij de Piekepolder kalender gaan samenstellen. Dus wij willen iedereen vragen om foto's te maken. De 12 mooiste foto's worden gekozen voor op de kalender. En de allerbeste foto van allemaal komt op de voorkant. En de maker van die foto wordt tot Piekepolders fotograaf van het jaar benoemd. Oh, Lily, wat ontzettend spannend. Ik ga meedoen met die wedstrijd. Ik kon vroeger een aardig kiekje schieten. Oh, kom jij dan ook op de voorkant, mama? Zeker weten, Lily. Ik ga die prijs winnen en word benoemd tot Piekepolders fotograaf van het jaar. Heel goed, Ellen. Je ziet eruit als een echte actieheld. Ja, mooi, Ellen. Je ziet er geweldig uit. Oh, wij gaan echt het winnende plaatje maken. Daar komt de plaat. Die is goed, Sarah. Anders ga jij even op Mercurius, Sam. Dan gooi ik met water. Misschien strakjes, Ellen. Heb jij nog een emmer water nodig, Sarah? Oeh, maak kan dus even een foto van. Elvis, ken je Spijn? Gitaar, superheld. Oh. Ik weet niet echt of dat werkt, Elvis. Oh, als ik nou de knielende superster pose doe? Nee, ik zit vast. Misschien moeten we nu maar gewoon doorgaan naar de Hoovercraft, Mandy. Goed idee, Sarah. Kan iemand me even omhoog helpen? Heel goed, Karel. Ik wil het hart van de oceaan zien door mijn lens. Trek eens je beste zeemannengezicht. Ik heb toch maar één gezicht. Heb je nu een mooie foto, mama? Hij is niet slecht, maar ik denk niet dat ik het winnende plaatje al heb. Oh, ik weet het. Waarom maak je geen foto van Ben? Hij heeft namelijk wel een zeemannengezicht. Ja, nu je het zegt. Ben! Joehoe, Ben! Jij bent precies wat ik zoek. Ik? Echt waar? Oh ja! Wil jij misschien op de voorkant van de Piekepolderkalender komen? Super! Neem je surfdingetje ook maar mee. Kom op, naar de strand! Ben je klaar voor die emmer water, Sam? Alles voor een leuk plaatje, Ellen. Dit gaat er geweldig uitzien. Kom maar met de wind, Sarah. Wind over 3, 2... Oeh, kijk mij eens. Ik ben een cowboy. Howdy, partners. Ik sta helemaal klaar voor mijn close-up, mevrouw. Elvis, sorry, maar je lijkt niet echt veel op een cowboy. Oh, echt niet? Je hebt een brandweeruniform aan en zit op een plastic paard. Oh... Kom maar met het water, Sarah. Kom eraan. Verfrissende fotoshoot, hè, Sam? Niet de modellencarrière die ik had verwacht, Ellen. Ik vraag me af of er nog meer zo nat worden. Oh, nee. Groter, Jaap. Ik win de wedstrijd toch nooit met dit prutswerk. Kom op, meer. Geef me... Nee, alsof je het meent. Ja, zo. Oh ja. Ja, heel goed. En geef me een knipoog. Alsof je geheim hebt, ja? Nee. Ik wil je beste actiepose, Ben. Je bent
bent een surfknul. Je draait een 360, je gaat helemaal strak, je... staat gewoon stil? Maar je kunt toch wel doen alsof het spannend is? Kijk, ik doe het voor. Aan de kant. Kijk, zo. Of dit. Wat dacht je van deze? Ik weet niet zeker. Kijk, mijn mama heeft mieren in haar onderbroek. Ik heb het. Het ziet er stukken beter uit als je het zeil omhoog doet. Mevrouw Chen, ik deed het zeil niet omhoog. Want als je dat doet, waar je voor je het weet... met de wind mee? Mama gaat wel heel erg hard. Ja, Lily, dat klopt. Oh, ja zo, ja. Perfect. Kijk uit. Oh. Wat? Nu is mijn zandkasteel helemaal kapot. Volgens mij kan ik beter het reddingsteam bellen. Goed gedaan, meiden. Jullie gaan vast winnen met een van deze plaatjes. Mevrouw Chen staat op een omhooggeslagen windsurfplank en die vaart richting open zee. Ze kan niet stoppen. Mevrouw Chen vaart met een omhooggeslagen windsurfplank richting open zee en ze kan niet stoppen. Het is goed, mevrouw Chen. Nu bent u veilig. Het spijt me ontzettend. Ik was zo druk bezig om de winnende foto te maken... dat ik de veiligheid helemaal uit het oog verloor. Op of in het water moet je altijd voorzichtig zijn, mevrouw Chen. En zeker als u spullen gebruikt die u nog nooit gebruikt heeft. En Piekepolders fotograaf van het jaar is geworden... Norbert Buck. Hé? Ik? Ja, ik! Ik heb gewonnen! Ik ben zo blij! Hoe kon Norbert winnen? Hij heeft gewonnen met zijn foto van een windsurfer die over een zandkasteel wordt gelanceerd. Het is wel een erg goede foto. Goed gedaan, Norbert. Kijk, mama. Je staat echt op de voorkant. Ja, Lily. Dat klopt. Meeuwenstreken. Ik wil mijn grote dank uitspreken aan iedereen die heeft besloten deel te nemen aan de Piekepolder Rommelraap. Ja, het is heel belangrijk dat we dit soort afval weghalen uit het Waddengebied. Want het is een bedreiging voor de dieren die hier wonen. Kom, dan gaan we rommel rapen. Ja! Ja, gaan we doen. Ja. Mevrouw Chen, mag Lily ons komen helpen met rommel rapen? Oh, dat is erg lief. Maar zorg dat jullie blijven waar we jullie kunnen zien. Doen we! Komt in orde. Sorry. Oh, sorry. Ik heb er weer eentje.
Boom! Oh, kijk eens hoeveel rommel Ellen en Sam al hebben opgeraapt. Oh, volgens mij kunnen wij wel beter dan dat. Kom op, Nelly, focus. Kijk, hier ligt een hele berg afval. Schiet op, dit is voor ons, niet voor Sam en Ellen. Oeh, een gratis pen. Die ga ik lekker houden. Eeuw, Norbert. We moeten het afval juist in de vuilniszak stoppen. Niet mee naar huis nemen. Oh nee, kijk. Die meeuw probeert het afval op te eten. Maar daar zit vast plastic in. En volgens Jody is dat gevaarlijk voor dieren. We moeten zorgen dat hij die dingen niet opeet. Weg, 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 weg. Weg. Dat het een vis was. Die moeten we terugkrijgen. Dat is Lily's lievelingsknuffel. Mevrouw Chen wordt vast heel boos. Volgens mij weet ik waar hij geland is. Hij zit op een van die eilandjes daar. Kom mee. Kom op, Sam. Beetje tempo erin. Ik ga al zo snel als ik kan, Ellen. Oh. Dit is onze tweede zak vol. Norbert, ik dacht dat je zag waar de zeemeeuw was geland. Het is niet mijn schuld dat het er hier overal hetzelfde uitziet. Haaitje! Ik wil Haaitje! Geen zorgen, Lily. We zullen een Haaitje! Ah, kom op! Oh, nee! Volgens mij hebben we een groter probleem dan de haai van Lily. Oké, luister goed, mensen. Het wordt bijna vloed, dus we beëindigen de rommelraap nu. Woehoe! Ik denk dat wij het meeste afval hebben verzameld, Sam. Het gaat erom dat we het doen, Ellen, niet om het winnen. Maar ik denk dat je wel gelijk hebt. Kom op, mevrouw Chen. We zijn klaar. Laten we teruggaan naar de kinderen nu. Oh, oké, Nelly. Wacht eens even. Waar zijn de kinderen? Oh, nee. Wat moeten we nu doen? Niemand weet dat we hier zijn. Norbert, Buck. Hoorde je wel wat Jody zei? Afval laten slingeren is slecht. Ik laat niet slingeren. Ik heb flessenpost gestuurd. Dat is wat Piekepolder Peter deed toen hij vast zat op een verlaten eiland. Dat je het weet, Mandy. Oh, ik hou niet van verlaten eilanden. Haaitje! Ik wil Haaitje! Geen zorgen, Lily. Norbert Puck zal hem redden! Nee, Norbert, niet doen! Mijn knie! Norbert, alles oké? Ja, nee! Ik kan niet opstaan! Blijf daar zitten, Norbert. Niet bewegen. Maar het wordt al bijna vloed. Weet ik, Mandy. Maar in mijn boek over eerste hulp staat dat je een gewond persoon echt niet mag verplaatsen. Oh, wat moeten we dan doen? Huh? Help ons. We zitten vast op een verlaten eiland in de zee. Norbert Puck. Norbert Puck? PS, neem frisdrank mee. Oh, heeft iemand Lily of de kinderen gezien? Oh, nee. Norbert en de andere kinderen zitten denk ik vast op zo'n eilandje. Laat ik de reddingsbrigade maar bellen.
zijn gestrand op een van de eilanden in het Waddengebied. En het wordt al bijna vloed. De kinderen zijn gestrand op een van de eilanden in het Waddengebied en het wordt al bijna vloed. Bedankt, Jenny. Goed, Ellen. Dit lijkt me iets voor de Hoovercraft. Begrepen, Sam. Kun je ze al zien, Sam? Nog niet, Ellen. Ah, daar zijn ze, Ellen. Breng ons er maar rustig naartoe. Rustig. Hey, waar is Norbert? Ik zit hier. Ik heb mijn knie bezeerd. Hij kan niet lopen. Goed, Ellen, nog even en het is vloed. We hebben Nelly nodig, nu. Alles oké? Okay? Hij heeft hem verstuikt. Maar over een paar weken ben je weer de oude. Oh, bedankt, zuster Voet. We kunnen omhoog, Tom. Het spijt ons, brandweerman Sam. Je moet altijd voorzichtig zijn bij of in de zee, Mandy. En het is heel belangrijk dat je een volwassene laat weten waar je bent. En flessenpost is echt niet altijd even betrouwbaar. Het spijt mij ook, brandweerman Sam. Ik was te druk bezig met rommel oprapen dat ik de kinderen uit het oog ben verloren. Haaitje. Het spijt ons, Lily. We probeerden Haaitje nog terug te krijgen. Is Haaitje kwijt? Oh, zei iemand iets over Haaitje? Haaitje! Oh, oh. Oh nee, daar is die zeemeeuw weer. Nee, dit is mijn haaitje. Oh, goed gedaan, Lily. We hebben denk ik wel genoeg meeuwenstreken gehad voor vandaag. Radio Mandy. Jullie ook een hele goede morgen. Sst, Norbert. Het is nu nog geen tijd voor jouw weerbericht. Jullie luisteren naar Radio Mandy. En in de show van vandaag hebben we nieuws, muziek, het weer en de actuele verkeersinformatie. Mag ik dan nu mijn weerbericht doen? Au, mijn voet, mijn voet. Maar eerst horen jullie een heerlijk liedje van Piekepolder's eigen Klaas Kozijn. Ik was in Las Vegas, ik ging naar Rome. Houd daarmee op, Norbert. Maar ik zie wolken in de lucht, dat moet ik de luisteraars vertellen nu. Oh, daar gaat ie. Norbert, je zult moeten wachten tot het tijd is voor het weerbericht. Hierna doen we eerst een stukje over de geurkaarsen van je moeder. Mam, snel, je moet de kaarsen aansteken. Kom al, Mandy. Oh, hopelijk zijn dit niet de zeewierkaarsen. De laatste keer duurde het dagen voordat die geur weg was. Bedankt, mam. Hoeveel luisteraars hebben we al, Jaap? Zeven. Zeven? Het worden er vast snel meer. Hierna gaan we het hebben over de geurkaarsen van Diewertje. Welke ruikt het lekkerst? Dat ontdekken we na dit liedje. Welke kaars het ook is, het zal niet die met zeewiergeur zijn. Oh nee, we verliezen luisteraars. We hebben er nog maar zes nu. Zes?
Maar ik wil dat iedereen in Piekepolder luistert naar Radio Mandy. Nou, dan moeten we het denk ik over iets spannenders hebben dan geurkaarsen. Maar je hebt helemaal niets spannenders dan geurkaarsen, hè, Mandy? Je hebt alleen saaie dingen. Huh? Wacht, ik heb een idee. En dan nu de verkeersinformatie. Ik krijg berichten binnen over een grote file in Piekepolder. Wat? Nee, dat is niet waar. Norbert, we krijgen meer luisteraars. 7, 8, 12. Iedereen wil meer horen over die grote villa. Yes! Ik krijg berichten over een enorme opstopping in het centrum van Piekepolder. Oeh, ik vraag me af of hoofdagent de Ruiter hier wel van weet. Laat ik de politiepost maar eens bellen. Kopje thee, hoofdagent. Er komen berichten binnen over een grote file in het centrum van Piekepolder. Oh, er komen berichten binnen over een grote file in het centrum van Piekepolder. Politieagent Marco, kun jij erheen om te kijken of alles goed gaat? Zeker weten. Dit is een van de grootste files aller tijden. De hele straat staat vol met auto's. Oh, ik wilde door Piekepolder rijden, maar laat ik dan maar een andere route kiezen. Oh, nee. Hoofdagent de Ruiter. Ik zie hier helemaal geen file. Sterker nog, ik zie hier helemaal geen verkeer. Er staan honderden auto's, bumper aan bumper. En nu rent er een kudde schapen in paniek over de weg. Maak schaapgeluiden. Bè! 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 Maar nu wat muziek. We hebben nu al 42 luisteraars. Onze luisteraars vertellen anderen vast dat ze ons moeten opzoeken. Dit is echt niet eerlijk. Ik wil nu een heel spannend weerbericht verzinnen. Als jij dat mag doen, mag ik dat ook. Maar het is nog geen tijd voor het weerbericht, Norbert. Urgent nieuws. Er staan nu ook grote vrachtwagens in de file. Oh, oneerlijk. Er zijn geen files. Is alles in orde, Mark? Ik wilde omkeren om die gigantische enorme file te ontwijken. En toen zat ik vast. Oh, geen zorgen. Ik zet wat pionnen in voor de veiligheid en vertel hoofdagent de Ruiter dat je vast zit. Laat los, Norbert! Geef me de microfoon! Ik wil de luisteraars vertellen over de tornado die eraan komt. Maar er komt geen tornado. Maar Mandy heeft toch ook verteld dat er een file is? Een tornado! Een tornado! Ik zie Wally het schaap langs vliegen. Hou op, Norbert! Laten we maar gauw de brandweer bellen. Maar ik moet mijn weerbericht nog doen. De radioshow van Mandy Voet staat in brand. En de bus van Mark Voet blokkeert de weg. De radioshow van Mandy Voet staat in brand. De bus van Mark Voet blokkeert de weg. Sam, jij gaat met Jupiter. Elvis, jij maakt met Phoenix de weg vrij. Begrepen, commandant. Jenny en Ellen, jullie gaan met Venus 2 dwars door het veld om de blokkade te vermijden. Ik bel hoofdagent de Ruiter voor ondersteuning. Ik haal de kinderen eruit.
en volg mij. Hopelijk zijn ze in orde. Kom op, kinderen. Die kant op naar een veilige afstand. Maar mama is nog boven. Wacht, wat? Sam, we hebben de lift van Jupiter nodig om Nelly te redden. Ik kom eraan. Hoofdagent de Ruiter, u moet me helpen met de lift. Begrepen, Sam. Blij je te zien, Sam. Ja, ook goed om jou te zien, Ellie. Als ik Norbert gewoon de microfoon had gegeven, dan was dit nooit gebeurd. Klopt, Mandy. Ja, dat klopt. En? Verhalen verzinnen over een grote file was ook niet echt zo'n goed idee, Mandy. Ik weet het. Ik wilde alleen zo graag verslag doen van iets heel erg spannends. Maar nu kunnen we wel vertellen over de brand in mijn huis. Snel, Jaap. Zet de spullen klaar. En Norbert, dan ben jij onze verslaggever ter plaatse. Maar ik ben toch geen verslaggever ter plaatse? Ik doe verslag van het weer. En ik wil nu eindelijk een keer mijn weerbericht doen. Er valt niets te melden over het weer, Norbert. Het is al de hele dag hetzelfde. Oh, zo. Oneerlijk. Volgens mij is er toch een grote storm op komst, hoor.